Waar ik eigenlijk even mee wil beginnen is het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is vandaag het verschil tussen de akoestische en de elektrische gitaar. En ik denk dat we daar, ik denk dat de meeste van jullie het ook wel snappen. Maar ik wil toch even een paar dingen laten zien en een paar dingen vertellen die interessant zijn om te weten. Bij de akoestische gitaar moet het geluid uit de gitaar komen. Er is geen versterking, het is niet elektrisch. Toevallig zou ik deze wel door kunnen versterken als ik zou willen. Maar bij de het originele idee van een akoestische gitaar is dat hij veel geluid moet maken. Dus een akoestische gitaar maakt meer geluid dan een elektrische. Oh, deze staat nu toevallig in een versterker ingeplukt, dus dan maakt die ook wel geluid. Maar als ik bijvoorbeeld hier... Dat maakt toch wel minder geluid dan. En dat is omdat hij een klankkast heeft die resoneert. Dat gat hier is ook om het geluid eigenlijk erin te krijgen en daarbinnen resoneert het dan met elkaar. Ik weet niet of jullie wel eens hebben geprobeerd om een gitaar, als je hem op je bureau zet bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat kunnen horen over mijn microfoon, maar het bureau gaat ook een beetje meetrillen. Het resoneert, dat is wat resoneren is, meetrillen met de frequenties. En dat is wat een akoestische gitaar eigenlijk in principe in dit gedeelte van de gitaar doet. Het trilt mee met de snaren, waardoor het geluid versterkt wordt. En er ketst ook veel geluid af van het bovenblad. Dat is hoe het projecteert. Vroeger in de middeleeuwen moest de gitaar natuurlijk te horen zijn, ook aan het einde van de zaal, zonder dat ze allemaal elektrische versterking hadden. En dat is hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.